In deze video laat ik je zien hoe je eenvoudig een QR-code van je digitale visitekaartje op je Apple horloge toont. Scan de kaart en open je digitale visitekaartje. Kopieer vervolgens de URL. Open nu de opdrachten-app. Klik rechtsboven op het plus-icoon. Zoek in de zoekbalk naar URL en selecteer de URL-optie. Zoek nu naar QR en selecteer Genereer QR-code. Zoek als laatst naar Snelle weergave en selecteer deze. Plak nu de URL in het URL-veld. Bovenin heb je de optie om de naam van deze opdracht aan te passen. Klik op het pijltje dat naar beneden wijst en selecteer Wijzig naam. Pas nu de naam aan naar bijvoorbeeld visitekaartje. Om het icoon aan te passen, klik je weer op het pijltje en selecteer je Kies symbool. Hier selecteer je het gewenste icoon en de gewenste achtergrondkleur. Wanneer je dit hebt gedaan, klik je op Gereed. Klik nu op de opdracht die we zojuist hebben aangemaakt om de werking te testen. Indien deze naar behoren werkt, voegen we hem toe aan je horloge. Klik hiervoor op de drie puntjes en vervolgens op die onderin het scherm. Schakel, toon op Apple Watch in. Selecteer je gewenste template. Voeg nu de opdracht toe als sneltoets. Test de werking nu op je watch. Mocht je deze snelkoppeling niet willen gebruiken, dan is de QR-code ook te vinden in de opdrachten-app. Op deze manier kun je je visitekaartje laten scannen vanaf je Apple Watch.